Ik heb Piet Zwerts gevraagd om een compositie te maken voor ons ensemble. Maar het idee van Le Bestiaire en dit te combineren met Carnaval des Animaux kwam eigenlijk van Piet. Ja, natuurlijk. Ik heb eerst het origineel bestudeerd. En dan moet je natuurlijk gaan kijken hoe is die factuur gemaakt? Hoe zit die schriftuur in elkaar? Bijvoorbeeld aquarium, om maar iets te zeggen, hè, waar je dan Celeste en zo gebruikt. Ja, die heb ik niet. Hè. Hoe gaat je dat dan oplossen met de middelen die je krijgt? En dus, muzici hebben mij gezegd dat het een verrijking is, de partituur, omdat ik eigenlijk geprobeerd heb, enerzijds, vooral wat de strijkerspartijen betreft, heb ik geprobeerd waar mogelijk, zo getrouw mogelijk het origineel te behouden. Dus er zijn een hele hoop beslissingen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat het sextet zo optimaal mogelijk is. Het aquarium. Hoe vissen waterachtig in het ijle staren, prachtig, hun lijfjes glimmend glad. Ze zeggen o, oh, ze kussen, maar met dat glas ertussen wordt het helaas nooit wat. Ik denk dat in de Bestiaire van Piet Zwerts bepaalde concepten die Saint-Saëns heeft aangewend om zijn carnaval vorm te geven, wel terugkomen. Het is overduidelijk een inspiratie geweest voor hem om ook die dieren in eenzelfde stijl te portretteren. Le chat. Je souhaite dans ma maison une femme ayant raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison sans lesquels je ne peux pas vivre. Dus ik ben op zoek gegaan naar zowel een soort van menselijk karakter in die dieren. En ik zie die. Ik probeer gewoon echt die tekst te lezen. En mij eerst voor te stellen welke mens zou dat zijn in onze maatschappij. Welk personage, welk menselijk personage stel ik me daarbij voor. Die tekenares heeft dat perfect begrepen. En ook de muziek past daar eigenlijk wel goed bij. Want ik heb erop gelet dat er eigenlijk een uur en een kwart voorbij is vooraleer je het weet.